Aankomende zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het thema is Samen in Beweging. Er worden een aantal activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten. In Groenlo organiseren we zaterdag 21 september een korte wandeltocht. U kunt starten vanaf 10:30 tot 14:00 hier bij de Molenberg. Er is ook een duofiets aanwezig waar u een stukje op mag fietsen. Ook kunt u kennis maken met het dagcentrum en de beweegtuin van de Molenberg. Daarna wandelt u via de gracht richting de Matelier. Daar kunt u kijken en misschien wel meedoen met een volksdansgroep. Aansluitend is er nog een beweegactiviteit georganiseerd door Christian Reinders. Ook is er een stand aanwezig van Alzheimer Nederland. In Lichtenvoorde organiseren we ook zaterdagmorgen een wandeltocht. U kunt starten vanaf 10:30 tot 14:00 vanuit de KBO bij het Longaveld. De route gaat langs meerdere locaties, zoals wijkvereniging Het Hooiland. Daar is de Vitali Club aanwezig. Ook doet uw zwembad het Mekenes aan en bij cultureel centrum Den Diek treedt de harmonica groep Akinom op en er is ook een stand aanwezig van Alzheimer Nederland. Winterswijk organiseert een dag eerder op vrijdag 20 september een activiteit met het thema Samen actief, samen bewegen op het terrein van AV Argeus Sportcomplex De Hunebulte. Het programma begint om 1:00 en duurt tot 4:00. Er zijn verschillende activiteiten waaraan u mee kunt doen en er is ook een stand aanwezig van Alzheimer Nederland. De laatste in Aalten kunt u ook samen wandelen. Atletiekvereniging AVA 70 organiseert een laagdrempelige wandeling. U bent zaterdag om 11:30 welkom op het terrein van AVA 70 in Aalten. Wandelcoach Anita Horneborg heeft een wandeling uitgezet van ongeveer 1 uur. En na afloop krijgt u een lunch, aangeboden door de gemeente Aalten. Aankomend weekend komt er nog extra informatie over de activiteiten in de regionale kranten. Doet u ook mee? U bent van harte welkom!